Bij de uitgang van de Albert Heijn in Zwolle-Zuid is het een drukte van je welste. Waarom? Om deze plaatjes. Waar letten jullie allemaal op als die mensen naar buiten komen? Nou, op de, hoeveel boodschappen ze hebben en op als ze kinderen hebben. U ziet zoals hier staan er heel veel jongens blij te vragen om voetbalprijs. Wat vindt u daar nou van? Nou, waarom niet? Prima. Nou, u heeft er geen enkele last van? Nou, in het begin wel, maar dat hebben ze sinds die dranghekken hebben neergezet en meestal erachter zitten. Maar prima. Want voor de dranghekken? Nou, dan gingen ze wel eens een beetje daarvoor staan. Hè? Dan was het een beetje lastig als ze een zware rugzak bij me had. Zo, dan kwam u er nooit meer uit? Zo ongeveer, ja. Dan wou ik gauw naar huis en dan stonden de jongens daar in de weg. Hey. Ik heb zelf een keer in een voetbalplaatje staan. Maar nou Bofje, jong heeft alles al. Hoe gaat het met jullie met de voetbalplaatjes? Goed. Ja? Wat maakt de voetbalplaatjes nou zo leuk? Nou, je kan ze sparen en ja, van allerlei dingen. Want je kan weten wie het allemaal zijn. Wat vindt u ervan, al die kinderen die hier staan voor de voetbalplaatjes? Geweldig. Ja. Heel woord geweldig. U heeft er helemaal geen last van? Nee. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik zag al dat u al uw... Als ik er last van had, dan zeg ik het ook. Ik zeg wel eens, jongens, dom erop. Ik heb zelf een kind wat gespaard, maar hij heeft alles voor elkaar, dus waarom hun dat teleurstellen? U heeft net boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Er komen, staan hier horde jongeren u op te wachten. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik weet, kinderen zijn kinderen, hè. Inmiddels zijn ze allemaal gek van die voetbalplaatjes. Ik heb er thuis ook een paar zitten die gek van voetbalplaatjes zijn. Die zijn er net zo gek van? Ja, maar die gaan hier niet staan. Ja. Voor de echte fanatiekelingen is er op 4 maart een ruilmiddag bij de Albert Heijn in Zwolle-Zuid.